Hoi, fijn dat je weer kijkt en benieuwd bent naar onze tech. Ik ben hier vandaag samen met mijn blogbuddy Griet. Hallo. Hey. Dus we gaan vandaag een tech doen. En welke tech gaan we doen? De Would You Rather tech. Ja. Yeah. En we gaan dus gewoon meteen van start met de eerste vraag. Wacht, dat is wel spannend. Zal ik ze voorlezen? Ja, perfect. Oké. Okay. Slordig haar en mooie make-up of mooi haar en geen make-up? Wat zou ik kiezen? Ik zou gaan voor het slordig haar en wel make-up. Omdat ik vind, ja, als je een bad hair day hebt, vind ik minder erg dan dat je gewoon slecht geschminkt bent. Ik denk ik ook wel slordig haar. Daar kun je misschien toch nog zoiets van of een staart doen of weet ik veel. Ja, inderdaad. Ik zou ook gaan voor de make-up. Beter dan Ja, want geen voor make-up. het haar. Ja, dat is voor mij een no-go. Nee. Oké, tweede vraag. Zou je liever je wenkbrauwen afscheren of je wimpers eruit trekken? Dat is wel moeilijk, hè? Ja, vind ik ook heel moeilijk. Wat zou jij kiezen? Oh. Dan zou je eigenlijk elke dag nepwimpers moeten opdoen. Ja. Of je wenkbrauwen laten tatoeëren. Ja, tegenwoordig heb je ook al zo dat je zo met zo van die streepjes zo wenkbrauwen kunt laten Ja, tatoeëren op dat zou er zich. Ja, het natuurlijk ziet er uit wel heel zien. natuurlijk uit dan, maar. Maar wenkbrauwen geeft wel veel Karakter ja, aan het het gezicht. gezicht. Ja, ik denk ook eerder dat ik voor de Oh nee, wenkbrauwen. wimpers zou ik echt niet. Ja, ik ook niet. Ik Nee. ben een mascara-fan, dus Ja. ja, ik vind het echt heel moeilijk. Maar ja, dan heb je wel die wimper-extensions, maar dat gaat niet zonder wimpers, Nee, ik denk denk ook dat je daar wimpers voor moet hebben. Nu, anderzijds, mensen die kanker hebben en chemo krijgen waarbij het haar uitvalt, ja. Ik weet het ook niet. Ik vind het een hele moeilijke. Ik denk dan dat. zou ik ja, wenkbrauwen misschien houden. Ja, misschien dat ik dan En toch. dan voor de false lashes gaan. Ja, misschien wel. Ja, ik weet Er het zijn eigenlijk. eigenlijk zoveel allerlei mooie dingen nu van Ja, nepwimpers. van Dus. nepwimpers en ook van echt al met haartjes, al zo echte. Ja, die van House of Lashes, kent je? Ja, Die zijn wel heel mooi. die zijn inderdaad super Ja, mooi. misschien dat ook. Ja, misschien toch naar. We gaan voor de Ja, wenkbrauwen. oké. Okay. Wil je liever voor de rest van je leven bij alleen maar MAC shoppen of toch liever Sephora? Ik denk, ik ben echt grote fan van MAC. Maar ik heb eigenlijk al zoveel van MAC dat ik gewoon voor Sephora ga. Sephora heeft zoveel meer. Ja, ik zou ook inderdaad voor Sephora gaan, omdat je daar ook veel meer merken Maar wel hebt. Sephora Amerika. Ja, Zo echt definitely. Kat van die en Anastasia en Ja, ja. ik zou ook inderdaad gaan voor shoppen bij Sephora, hoewel dat ik MAC ook super vind. Maar omdat het aanbod gewoon bij Sephora veel meer is en veel groter Ja. en uitgebreider, zou ik dus kiezen voor Sephora. Ja, ik ook. Ja. Sorry, Mike. Sorry, ja. Oké, de volgende. De lipgloss lip liner look of 80s permanentje? Ik zou sowieso geen 80s permanentje Nee, kiezen. ik ook niet. Dus Krullen, nee. krullen kunnen heel mooi zijn, maar Maar niet zo oudbollig. ja, ook bollig, pomma-achtig. Nee. Ja, nee. Maar ja, de lipgloss, lipliner, dat is ook zo'n beetje meer in, hè? Ja, inderdaad. En tegenwoordig is het gebruik van lipliner echt hot. Ja, het Zo is. de Kylie Jenner look. Ja, het mag zo wat iets donkerder zijn. Allee, dat valt niet meer zo op, hè? Nee, niet meer echt die super Nee, donkere nee. lipliner met dan zo'n lichte Nee, lipstick. Dat niet, maar. maar Ja, ik denk dat dat wel oké okay ja, is nog. kan wel mooi zijn, denk ik. Ja, ik Ja. denk het ook. Oké, liever een duidelijke foundationrand op je gezicht of een te heftig aangebrachte blush? Voor mij is dat duidelijk. Ik kies voor de duidelijk aangebrachte blush, Ja, vind ik exact. minder erg dan Ik ook de wel. Zo het vreselijke. Ja, maskereffect, ja. vind ik veel minder Plus, erg. ja, blush mag wel opvallend Ja, zijn, ik een zie beetje. sowieso wel graag een heftig aangezette blush, Ja. dus in dat opzicht is dat voor mij minder erg Die foundation dan die rand. foundationrand. Ja. Oké. De MC Hammer pants of een vies broekje?
Die vinden we allebei wel een beetje raar. Ja, we vinden die raar omdat hij daar tussen de beautyvragen staat, denk ik. Maar ja, de MC Hammer pants hebben we even gegoogeld. Ja. Hmm. Maar ja, fietsbroekje. Ik zou wel, denk ik, het fietsbroekje kiezen omdat ik veel fiets. Dat is wel makkelijk. Misschien kun je eronder iets aan doen of zo, nee? Ja, Nivea heeft vorig jaar ook zoiets gelanceerd. Ik weet niet meer hoe het heet, precies shorties, denk ik, of zo. Ah. En dat was dan met zo'n Q10 infused, zal ik maar zeggen. En dan kon je dat aandoen, ja, ofwel onder een kleedje of gewoon voor 's nachts te slapen. En terwijl had het dan zo'n positieve werking. Dus ja, fietsbroekje. Als we dat onder het fietsbroekje verstaan, zou ik inderdaad daarvoor kiezen. Ja. Oké. Liever een te oranje mislukte spray of duidelijke tanlines die je niet kunt verbergen? Ik ga voor het tweede, denk ik. De tanlines die je zo niet echt kunt... oranje eruit zien. Nee, dat is vreselijk. Maar tanlines zijn dat heb ik ook wel eens heel extreem gehad. In het maar wel zo in mijn rug, dat ik zo verbrand was en dan zag je dat er... Maar zo oranje, ja, ik ben zo... Ooit heb ik zo'n zelfbruiner, zo'n doekje genomen. Dat was zoiets van, ik denk Garnier of zo. Ik weet het niet meer, maar toen was ik echt zo oranje. En... Ook niet, hè? Nee, dat was niet zo mooi. Nee. Toen heb ik echt moeten scrubben voor dat eraf te krijgen. Ja. Nu, dan, ik denk ook wel dat ik zou gaan voor de duidelijke tanlines. Omdat in de zomer wordt dat meer getolereerd, denk ik. Dan ja, nu zou je het toch niet zien. Nee, nu in de winter zomer, niet. Ja. Maar inderdaad, zo'n oranje uitgeslagen kop of zo. Nee. Vreselijk. Daarom. Oké. Wil je liever een slecht kapsel of een lelijke haarkleur? Ik ga voor de lelijke haarkleur. Ik denk ik ook, omdat het haarkapsel kun je niet... Dat is toch belangrijker, hè? Ja. En dan denk ik ook, als ik een lelijk kapsel heb, eer dat je haren terug bijgegroeid zijn, dat duurt even. En een lelijke haarkleur, ja, als het lelijk is en je zegt van, ja, kun je terug op mijn kleur. Ik veronderstel wel dat je het even moet houden, maar... Ja. Ik zou ook voor de lelijke haarkleur gaan. YouTube weg of Twitter weg? Dat is heel duidelijk voor mij. Ja, voor mij ook. Ja, Twitter. Twitter. Ja, op zich, ik vind sowieso Twitter de laatste tijd iets minder leuk geworden. Ik ben er ook iets minder actief op. Ik post af en toe nog, maar ook niet zoveel. Ja. Meer voor mijn blog. Ja, inderdaad. Niet zo... Terwijl ik wel elke dag YouTube bekijk. Tutorials en, of gewoon al voor, voor muziek te luisteren. Ja. Of voor mij is het duidelijk en ook, Twitter. Aangezien we nu een filmpje aan het opnemen. Ja. Oké, en de laatste alweer. Zou je liever je make-up kwasten voor altijd opgeven of je mascara? Ik zou sowieso de mascara behouden en de kwasten opgeven. Omdat voor mij mascara echt wel heel belangrijk is. Mm-hmm. Ik ga geen enkele dag de deur uit zonder dat ik mascara draag. Ik had een tijdje terug op YouTube ook een hele leuke tutorial gezien. Waarbij dan de make-up artist eigenlijk een complete look maakte met enkel en alleen haar vingers te gebruiken. Ja. Nu, ze werkte dan wel heel erg hygiënisch, want je had dan ook een product. Dus ze liet het dan ook zien hoe je dat kon doen. Maar het was zelfs een smoky eye dat ze maakte met alleen haar vingers te gebruiken. Mm-hmm. En was eigenlijk echt heel erg mooi. Ja, maar ik gebruik soms ook zo alleen voor een oogschaduw iets... intenser te maken, hè? En met uw vingers, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja, inderdaad. Alleen het blenden, vooral moeilijker zeggen. Ja, het blenden. Maar het zou gaan. Maar dan zou je eventueel nog een oorstaafje misschien voor kunnen gebruiken. Wel. Als dat mag, inderdaad. Ja, dat is een make-up kwast, dus dat hoeft er niet bij. Het is geen echte make-up kwast. Nee. Dus dat zou nog wel gaan voor te blenden, eventueel. Ja, inderdaad. Voilà, dat waren onze antwoorden nou op de tag. Ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. We hebben ook nog een andere video opgenomen. Voor mijn kanaal. En dat is de favoriete
Ja, een favoriete filmpje. Dus mocht je daar interesse in hebben, ik zal sowieso ook in de descriptiebox en op mijn blog de link plaatsen naar Greta's blog en ook naar haar YouTube-kanaal. Dus mocht je interesse hebben, dan kunt je daar ook onze toffe video een keertje gaan bekijken. Ja. En vergeet geen duimpjes omhoog te doen. Ja, inderdaad. Dus mocht je deze video leuk vinden... Duimpjes omhoog. Ja, voilà. Ik hoop jullie snel een volgende keer te zien. Ja. Of ja, wij hopen dat, hè. Hopen dat. En tot de volgende. Doei. Doei.